Rabanne bij ons. En wie van jullie is naar Destin? Nou, die hebben we thuis gelaten. Wij zijn bandleden van Destin. Oh. Jullie zijn Destin. Maar Destin zelf is er niet. Je moet zeker werken. Ja, precies. Oh. En, wat kan, doet en wil Destin? Ja, precies. Ja. Ja, wij maken muziek, we zijn een band. Wij vinden muziek. Ja, wat voor we muziek? Maken, wel groeien, hè? Nou, we maken. Die gaan in buikmuziek, hè? We maken hele slechte muziek. Nee, oh. We maken rock. Ja. En een beetje het Amerikaanse type. Ja. En wat voor rock maken? Ja, dat is rock tegen de punkrock aan. Punkrock. En lekker melodieus. Stuwende, beukende drums. Beukende drums. Daar hou ik wel van hoor, van stuwende baslijn met beukende drums. Hey. Dan kun je mij altijd voor wakker maken. Ja? Nee, Rudy. Oh. Hey, komen jullie uit Tilburg? Wij wonen in Tilburg, maar we komen er eigenlijk niet vandaan. Jullie zijn buitenlanders. Juist. We komen allemaal uit verschillende gebieden van het land. Ja. En we zijn een paar jaar geleden met z'n allen in één huis gaan wonen in Tilburg. Oh, dat is een beetje zo aan mijn hart, zeg maar. Waarom in Tilburg? Omdat de school staat van klaar te zijn. Ja. En wat is de thematiek van jullie teksten? En die liedjes, hè? Waar gaan die over? Ja. Ja, dat zijn dingen die ik zelf meemaak en of die we zelf meemaken. Ja. Ik schrijf de meeste teksten. Oh, dus ik heb vandaag weer opgestaan. Precies, ja. En ik ging koffie zetten. Nou, dat is niet veel lang, hè, zo'n lied. Nee, dat zijn dingen die waar je mee bezig bent. Dat is op zich heel logisch, maar ik heb bijvoorbeeld een nummer geschreven laatst. Tekst heb ik geschreven voor een nummer dat gaat over. Wat er gebeurt als je doodgaat. En wat voor dingetjes gebeuren er dan als je doodgaat? Ja, zeg, ik wel benieuwd naar. Ja, ik ook wel benieuwd naar. Nou, dan ga je een beetje zoals jij eruit zien, denk ik. Ja, maar wel op een boer letten, maar nou, we gaan over een weekje weer naar Amerika toe om de tweede helft van ons album op te nemen. Mm-hmm. En dan, dat doen we in Florida. Zo? Ja. Daarna vliegen we naar California toe om in Los Angeles onze derde video op te nemen. Hoe je dat, Fiddy? Nou, ik staat niks niet op te letten. Ja, dat vind ik niet een saai verhaal hoor. En als we terugkomen, dan komt in januari onze album uit. En dan gaan we een headline tour doen door Nederland. Zo. Zou je kunnen zeggen dat jullie een beetje de belofte zijn voor de toekomst? Nou, als je dat zou zeggen, dan zou ik daar niet ontevreden mee zijn, hè? Nou, ze zijn jullie zijn de belofte voor de toekomst. Kijk, Destin. Dank je wel. Goed. Destin, onthoud die naam. Ja. Zijn jullie binnenkort ook in de buurt te zien? Nou, als we terugkomen uit Amerika, dan gaan we heel veel spelen in het buitenland en ook in Nederland. Yeah. En in onze headline tour in Tilburg spelen we op 9 april 2013. En ik vraag wel. Hebben jullie ook verlaagd van groepies? Last niet, sowieso. Ik bedoel, moet niks snappen van groepies. Ik ga even. Ik ga deze naam op. Ik zou zeggen. Ik heb ook zo'n vliegwagen afgehaald. De volgende keer! Maar het heeft weinig geholpen.